De Tielman Brothers waren met z'n vijven, maar op de bühne klonken ze als 10 man. Ze hadden hun versterkers naast elkaar gezet en de solo-gitaar van Andy werd doorverbonden op alle versterkers, zodat er een zee van geluid ontstond. De Tielman Brothers special hier op Vocabel Info Thuis. Dit is een hele unieke opname uit 1967. Groot hit geweest voor de Flower Potman, maar wat de Tielman ervan gemaakt heeft, je gaat het nu horen. Let's go to San Francisco. Dat nummer hoor ik net van Leon tijdens het draaien van de plaat. Het duurt origineel een minuut of 9, zoals we deden op de bühne live. Wij hebben een heel klein stukje gekozen. Let's go to San Francisco. Het blijft maar doorgaan, maar heel mooi hè. Die close harmony. Schitterend is dat. En dat konden ze ook, want Leon, de producer van dit programma, verklaarde toen in de film Rocking Ramona het verschil tussen de Righteous Brothers met Unchained Melody en die van de Tielman Brothers. Nou, ja. Je mag het nog één keer uitleggen aan de luisteraars, voor de mensen die het niet gehoord hebben. Wat is het verschil tussen die van de Righteous Brothers en van de Tielman Brothers? Nou, van de... Ja. Jou vervalt me nu een beetje. Ja, ja. Maar ik vind, als je dit ook hoort natuurlijk, hè, dit is gewoon live. Dit is zo staat het zo op de bühne. Ja. Dus dan zit je gezellig dit is in een nachtclub natuurlijk. En je zit daar zo wat te drinken en er staat daar een band die zo zingt. Dat is echt fantastisch. En dat waren de Tielman Brothers natuurlijk met Unchained Melody ook. En de Righteous Brothers hebben er een hit mee gemaakt. En ik vertel eigenlijk dat het gearrangeerd is met in een studio opgenomen en alles. En de Tielman, die konden dat gewoon live op de bühne brengen. En dat konden de Righteous Brothers niet.